Thanks allemaal. Voor degenen die mij niet kennen, Jordi en eigenaar van Red Panda Works, oprichter van inderdaad een aantal bedrijven inmiddels, maar vooral Red Panda Works waar ik nog nauw betrokken bij ben. Ik moet erbij zeggen, niet zozeer qua operatie, wel qua onze eigen strategie en ook wel vaak bij de start van nieuwe klanten. En dat is ook wel, we proberen heel voorop te blijven lopen en die kennis natuurlijk ook weer bij nieuwe klanten implementeren. Dus wat we gedaan hebben eigenlijk de laatste jaren is, we hebben soms bewust, maar heel vaak ook onbewust, gewoon de rode draad ontdekt. Als in, okay, als we dit doen, dan zien we eigenlijk altijd dat er dit gebeurt. En daarin moeten we een onderscheid maken in ons klantenbestand tussen servicebedrijven, zakelijke dienstverlening, denk aan de IT-bouwers of de finance sector, consultancy en het eindproduct. En daarin wil ik ook meteen een onderscheid maken, als we dan toch hebben over SaaS. Waar mijn verhaal, en volgens mij ook die van Dani over gaat, is niet alleen maar online verkoop. De kleine SaaS noem ik het maar eventjes. Maar we hebben meer over grote SaaS met lange sales cycles. Waar vaak ook nog wel een stukje sales bij komt kijken. Oftewel, veel touchpoints. Een ander spel dan alleen maar naar je website en daar moet de verkoop plaatsvinden. Dus dat is wel meteen even de disclaimer van mijn verhaal ook meteen. Want anders, als je het echt gaat hebben over wel die self-service sale, als je het begrijpt wat ik bedoel, of we gaan naar de website en doen een trial en maak je zelf, dan ga je het veel meer, dat lijkt meer op e-commerce. En dan ga je het inderdaad meer hebben over CRO en over CEO. Dus die lijkt op elkaar, maar dat is een ander spel. Yes, dat gezegd hebbende, wil ik het op dit hele kleine schermpje, dit is mijn mooi presentatiescherm beloofd, maar we moeten het hier even mee doen. Is hij een beetje te volgen achterin? Wel hè, net aan, verder kijken mee. Titel is inderdaad moderne marketing. En hier wil ik even mee beginnen. Want dit was mijn antwoord op de vraag, hoeveel leads ga je nou realiseren? En eerlijk, het draait niet alleen maar om leads, leads, leads. Iedereen wil altijd maar leads, ja, I know. Maar wat nou als we gewoon omzet realiseren zonder nieuwe leads? Oftewel, vaak heb je namelijk alles al in je CRM staan. In dit geval bij deze potentiële lead, misbruik hem zelf ook maar even, dan hadden ze al heel lang in een vrij kleine markt, een kleine TAM, hadden ze al heel veel contacten gelegd. En waren ze weer op zoek naar nieuwe leads. Maar de vraag was echt waarom? Want je kent ze allemaal al. Dus ga een relatie bouwen. Sterker nog, misschien zitten ze ook wel gewoon in je bestaande netwerk. En misschien zitten ze ook wel onder je bestaande klanten. Oftewel upsellen. En via je klanten weer binnenkomen bij andere partijen. Dat wordt ook gewoon heel vaak vergeten. Dus als je me vraagt hoeveel leads ga je realiseren, zei ik een beetje gechargeerd, nul. Gewoon nul. En dat was het antwoord. Ja, maar het is wel onze KPI. Hier worden we gewoon op afgerekend. Dus de CEO gaf de opdracht aan de CMO om letterlijk downloads, niet eens leads, maar hoeveel downloads heb je gerealiseerd? Wat wij door de jaren, is een van die trends die we zien, echt door de jaren, en ik doe net alsof ik al 100 jaar meega, maar Red Panda Works bestaat pas 4 jaar. Hè? Maar in die 4 jaar hebben we wel degelijk een daling gezien in aantallen downloads. Bij bijna alles, maar vooral van whitepapers. Iedereen is een beetje whitepaper moe, zo lijkt het. En als je downloads hebt, dan zie ik ook het percentage daarbinnen van fake e-mailadressen enorm toenemen. En het zijn veelal, ja, mensen willen er gewoon even snel kijken. En als je dan vervolgens ook nog zou nabellen met de vraag van, en wat vond je ervan? Zeg 99%, nou in ieder geval 90%. Ja, ik ga er binnenkort naar kijken en dat komt er natuurlijk nooit van. Oftewel, het is niet het ideale middel om je boodschap te vertegenwoordigen. Maar toch is het nog steeds de KPI, de metric waar sales vaak, marketing dus vaak op afgerekend wordt. Omdat dat nou eenmaal zo was. Dus dan wil ik jullie ook even meenemen in die, dat heb ik net al verteld, dat ben ik. Heel kort dan nog even, ik ben ook eigenaar van Hulk, marktplaats voor content. Dat zetten we ook vaak in voor het stukje als er SEO nodig is. Maar steeds vaker zien we dat we een beetje overlap hebben met PR. En dan bedoel ik niet een standaard persbericht en relatie en vriendjes worden met een journalist, maar wel vakbladen inzetten. Een van de middelen die ik zo ook ga uitleggen, als ik nog één stapje terug ga, staat helemaal op links in die paar pixels die ik gekregen heb, staat Contini. Content marketing, daar ben ik eigenlijk mee begonnen in 2014. Dus dat is mijn achtergrond, dus rondom content en vooral bloggen, want dat deden we toen volle bak. We deden 100 blogs per dag zo'n beetje. Pre-AI was dit, dus dat was gewoon letterlijk typen met een heel leger aan studenten. Maar goed, dat waren al die gewone blogjes, die 13e dozijn blogjes, die toen werkten. Maar inmiddels geven wij daar zelden nog groen licht op. Dus dat is gewoon hoe de wereld verandert.
Red Panda Works dus. Wat we doen is moderne growth marketing. Er zit ook een stukje growth in. Betekent eigenlijk dat we iets meer doen dan alleen maar naar top of the funnel activiteiten, maar eigenlijk de hele funnel, dus ook sales. En ik ga zo even onze workflow erbij pakken. Want ik heb een soort van samenvatting gemaakt van als je het toch hebt over grote SaaS dus. Wat nou de top 10 aan activiteiten zijn die daarbij horen. En natuurlijk afhankelijk van wat je meet. Wanneer was dit? 2014. En er gebeurde natuurlijk een hoop in 2014. Onder andere de launch van het HubSpot CRM die toen gratis was. En dit was ook wel een versneller voor heel veel inbound marketeers. Hè, want dit was het grote voorbeeld. Kijk naar HubSpot, kijk naar hoe zij content produceren. Hoe zij content vooral verspreiden. En daar dus weer met leadformuliertjes. Met heel veel vragen om uiteindelijk dus meteen te kwalificeren. Kwamen ze uiteindelijk bij je. En op het moment dat je ook maar iets downloadde of zo via een van deze formuliertjes. Kreeg je een loempje opgestuurd. En dat is zo'n FitYard, is hetzelfde tool. En is in ieder geval een videootje. En daarna de sales pitbull, de SDR, die meteen gretig belde, ook niet losliet. Hè? Dus wat je ook zei, hij belde de dag daarna weer met een of andere smoes van ik heb nou wat voor je. Maar goed, daar is men dus wel een beetje moe van. Pitbull moe, whitepaper moe. En een ander groot verschil is dat ze als in je doelgroep en eigenlijk iedereen, wij allemaal, het liefst ook gewoon zelf oriënteren. Het is ook inclusief pricing. Dus heel veel SaaS die doen geheimzinnig over de prijzen. Je ziet toch dat men daar toch wel achter komt of achter wil komen, zelf al. Nog voordat ze met een demo een sales SDR gesproken hebben. Want anders gaan ze wel naar G2 of Capterra of als het niet op een of andere Reddit forum het al staat. Dus probeer daarin alvast transparant te zijn. Af en toe zitten er wat tips tussen die ik zomaar eventjes erin gooi. Maar de B2B-wereld, oftewel 2014-2024, is best wel veranderd. Ik ga het niet meer voorlezen. Hier was het vooral, samengevat, lineaire funnel, HubSpot-achtig. Veel bovenin, veel bereik, veel websitebezoekers. En de website stond altijd centraal. En dan kreeg je de rest wel vanzelf, was de gedachte. Nou, inmiddels is dat niet helemaal meer zo. Want naast Google en de website hebben we ook LinkedIn vooral. En we zien nu al dat het profiel van de CEO vaker bezocht wordt voor veel van onze klanten dan überhaupt de website. Dus zeker als het gaat om die grote SaaS waar ik het over had, is de relatie nog belangrijker. Dan wordt er vaker gekeken naar wie zit er achter en vertrouw ik die persoon. En vertrouwen is dan ook hetgene wat je moet verkopen. En dat heeft volgens mij, en dat is mijn eigen interpretatie, ook heel erg mee te maken dat er zoveel fake is natuurlijk. Allemaal nep-reviews en dat is door de jaren natuurlijk heel veel meer geworden. Dus alles draait om vertrouwen. Hou die vast, want daar kom ik zo op terug. Leads, leads, leads. Iedereen wil natuurlijk maar leads. Terwijl we eigenlijk op zoek zijn naar een leuk AI-gegenereerd plaatje, Midjourney. We zijn op zoek naar die handraiser. En het is wel een utopie om te denken dat die handraiser altijd maar automatisch naar je toe komt. Soms heeft hij nog even een setje nodig, even een elleboogje, tikkie, zodat je, oftewel outbound, outreach. Dus het is niet helemaal eerlijk om te zeggen dat demand generation, waar we het zo over gaan hebben, dat je dan maar kan afwachten als je maar genoeg thought leader bent dat iedereen automatisch naar jou toe komt. Ja, ook wel. Natuurlijk, ze kennen je. Maar goed, soms moet je toch even een SaaS-boot organiseren om daadwerkelijk in contact te komen. Dus op zoek naar die handraiser. En heel vaak zeggen we dan ook, leads slaan we gewoon over. We kijken niet naar MQL's, we kijken niet naar SQL's. Uiteindelijk willen we wel weten wat zijn nou de sales qualified opportunities, de volgende fase eigenlijk. Hè? En dat moet dan eigenlijk, dan wordt het misschien een beetje technisch, maar voldoen aan de band criteria. Dus budget, authority, need en time. Om uiteindelijk te zeggen, ja deze is echt ver genoeg, die nemen we serieus. Dit is ver in het salesproces in onze funnel om uiteindelijk dus serieus te nemen. Daar gaan we nog 3 variabelen zo aan vastplakken. Dus bewaar deze nog even. Uiteindelijk willen we vooral ook, en dit is ook eentje die over het hoofd gezien wordt, tijd besparen. Sales tijd besparen. Want uiteindelijk is een SDR ook niet gratis. Dus iedereen is de hele tijd aan het zeuren, leuren om uiteindelijk maar die MQL's op te gaan volgen. Al dat nabellen. En terwijl iemand er misschien helemaal niet op zit te wachten. Dus waar we die tijd liever in zouden stoppen is die thought leadership. Repurposen van content. One-to-many educatie. Laten zien wat we kunnen. En dan zal er inderdaad een deel automatisch naar je toe komen. En die andere, en dat is misschien maar 3% die er nu op zitten te wachten, die gaan we proactief benaderen. Wij zien MQL's, Marketing Qualified Leads, dus dat zijn ook vaak downloads van whitepapers, wel echt als vanity metrics, hè? Dus nietzeggende metrics. Maar ja, en dus is dat nou, ja tuurlijk, je wil liever veel, want dan heb je meer kans dat er iets goeds tussen zit. Maar ja, je hebt liever 10 hele goede downloads dan 100 waardeloos. Spreekt voor zich, maar toch is iedereen altijd maar bezig met, hebben we die 100 al gehaald? Dus op zoek naar de handraiser. Verschil dus eigenlijk van
2014, waar iedereen op lead generation zat, zie je nu een hype ontstaan. Ik weet niet of het een hype is of een blijvertje, maar in ieder geval de gedachtegang achter de demand generation is niet meer alleen maar low intent aantallen, maar high intent behoefte. Ik vind behoefte net even een mooie vertaling dan vraag. Het zit hem iets meer op, ja, ik wil heel graag inderdaad met je samenwerken, want ik weet jou, ik ken jou al is het eenzijdig, maar nou, je snapt hem. Het gaat dus meer om hoge percentages door naar de volgende fase in plaats van hoge aantallen. Deze wil ik ook even delen. Dit zijn gemiddeldes als je kijkt naar wat we van onze klanten zien. Nogmaals bij grote SaaS en servicebedrijven, die hebben we hier wel op één hoop gegooid. Dan zie je dat van eerste touchpoint, en daarvoor heb je dus allemaal marketingactiviteiten gedaan die je niet kunt meten. Hè. Dan duurt het al, dus zo'n maand, 34 dagen, voordat je inderdaad ook iets meetbaars hebt. Dat kan gewoon simpelweg een contactformulier zijn. Dat kan een lead info zijn, hè, die aangeeft, oké, okay, vanaf nu is hij op de website geweest. Maar belangrijker nog, dat het toch al een half jaar duurt vanaf dat eerste touchpoint tot de handtekening. Dus we hebben heel vaak klanten die na 3 maanden zeggen, ja, het werkt niet. Nee, dat klopt ook wel, maar wat is dan het werkt niet? Als je kijkt naar de vertragende factor, dus we starten trouwens vaak met fundamentals hoor, maar bereik kan je vrij snel een groei in zien. We gaan posten, we gaan de vlakte ook wel een beetje af, want in het begin heb je het lang in je vloed. Daarna trouwens zou die eigenlijk wat mij betreft weer zo omhoog moeten gaan. Want als je RC eenmaal bekend wordt, dan zou je zien dat het ook organisch gaat groeien, je LinkedIn views. Dan die opportunities. Ja, dat gaat ook gewoon langzaamaan steeds meer automatisch binnenkomen. Dat proberen we dus wel aan te slingeren met die outbound tactieken. Maar dan, pas na 6 maanden, zul je zien dat de eerste deals ook uit diezelfde activiteiten gaan komen. En natuurlijk van heel veel variabelen afhankelijk. Bij de een gaat snel bij de ander. Maar besef in ieder geval dat van alles wat je vandaag gaat starten, je niet morgen natuurlijk resultaat gaat zien, maar het dus wel een half jaar kan duren. Bij sommige klanten duurt het jaren. Als we het echt hebben over tonnen of miljoenen deals, dan gaat het allemaal om relatie. Dan gaat het niet om een whitepapertje, maar gaat het om uit eten gaan, om golven of om leuke dingen doen en vrienden worden als het ware. Nou, dat hele proces en dat motiveren, stimuleren, dat is eigenlijk ook de nieuwe taak van wat wij growth management noemen. Yes. Dit is misschien niet te zien, maar het komt erop neer dat er een heel groot deel dark funnel is. Te klein denk ik om achterin te kunnen lezen. Maar heel veel dingen kun je nou eenmaal niet meer meten. Dan heb ik het niet eens over de cookies die men steeds vaker weigert. Of iOS 14 waar alle policies niet meer meewerken. Maar ook gewoon de benoeming van een collega. Hè? Dus of de WhatsApp berichten of een Slack community of een Discord. In ieder geval allemaal afgeschermd, wat je dus niet kunt meten. Waarbij de website dus niet meer, nee, wat 2014 meer het geval was, de website staat niet meer centraal. Dus je kan gewoon een groot deel niet meten. Je kan een heel groot deel nog wel meten, ook online. Maar we moeten wel omarmen dat CRM inmiddels wel de allerbelangrijkste data is. Dus waar komen ze vandaan, wat vinden we? En waar ze vandaan komen is natuurlijk ook al lastig, hè? Want je ziet het al. Vaak weten ze het überhaupt niet eens meer. En het zijn daarbij ook nog eens 20 touchpoints bijvoorbeeld. Dus ze hebben 20 keer je gezien, ze hebben je gehoord op de radio. Nou, überhaupt niet te meten. En ze zijn hier op een boot geweest, dus die is dan weer wel te meten. Maar uiteindelijk gaat erom dat als je die deal eenmaal hebt, beter nog voordat de handtekening staat, gewoon het gesprek aangaan. Van waar ken je ons van? Heb je ons daar ook gehoord? En dan als het ware turven. En eerlijk, het is waardeloze data, maar de minst waardeloze data die er is. Website ook, hè, die kun je daarnaast houden. Maar ga in ieder geval ook het gesprek aan en dan maar op gevoel, op kwalitatieve data ook aanvoelen welke marketingactiviteiten dus gewerkt hebben. Peter, ik weet dat jij er heel kritisch over bent. Hè? Je staat al te popelen om dit te roosteren, volgens mij. Nee, mag ik door? Ja. Okay. Ik wil er eigenlijk eventjes een paar variabelen aan toevoegen. Want wat mij betreft is pipeline velocity, zoals je genoemd wordt, ook wel sales velocity, is de belangrijkste metric die we eigenlijk allemaal in de gaten zouden moeten houden. Dit geeft volgens mij het beste weer van alle metrics die ik voorbij heb zien komen. Wat nou echt de toegevoegde waarde van marketing plus sales is. Want die hebben één en hetzelfde doel, natuurlijk nieuw business. Maar wat daaraan vooraf gaat is sales of pipeline velocity dus. Ga ik heel kort even uitleggen. Iets omhoog. We hadden het al over sales qualified opportunities. En dat is eigenlijk de derde fase in sales. Of in de sales funnel. Dus marketing qualified leads, sales qualified leads. En dat betekent dus dat sales ermee aan de slag is. Als hij dan gekwalificeerd is van yes, daar kunnen we wat mee, hè, die band. Dan hebben we het over de SQO's, Sales Qualified Opportunities.
vermenigvuldigd met customer lifetime value. Dat is niet customer lifetime revenue, dus niet de orderwaarde, maar eigenlijk wat heb je nou een bruto winst daaraan overgehouden. Dat vermenigvuldigen we met de kans op slagen. En die is natuurlijk heel erg moeilijk. Soms heb je een goed gevoel bij. Het gaat erom dat je het probeert in te schatten en dat je dat ook uniform doet. Dus dat moet je wel echt in een proces gaan gieten dat iedereen er op dezelfde manier mee omgaat. Wat we ook nog wel eens doen is dat je een soort van goud, zilver, brons hebt of in ieder geval 3 gradaties of geef er een aantal. Dat je inschat, oké, deze is in ieder geval heel kansrijk. Daar hang je dan een percentage aan vast. Het hoeft niet te kloppen. Het gaat erom dat je wel een onderscheid daarin maakt. Die 3, die delen we dan weer door de sales pipeline length. Oftewel, hoe lang voor dagen duurt het nou van dat eerste touchpoint waar we het net over hadden tot en met de handtekening. Die wil je natuurlijk zo kort mogelijk hebben en die beïnvloedt dan ook heel erg sales velocity. En wat je hier ziet is dat de growth marketeer, growth manager zoals wij het noemen, die is eigenlijk met deze 4 bezig. Dus niet alleen maar met, nou nog erger, marketing qualified leads, maar vooral ook met grote deals binnenhalen en daar de kans van slagen op maximaliseren. En dan het liefst nog zo snel mogelijk ook. Dan zul je zien dat je de delta ook nog eens in de gaten moet houden en niet maand op maand, maar eigenlijk kwartaal op kwartaal om de variabelen er even uit te halen. Dan wil je dus zien, oké, er is steeds meer sales velocity, sales kan steeds meer aan de slag ermee. En hoe meer je closed, hoe hoger je uiteindelijk ook gaat worden. Ja, blijft het heel? Yes, dus wat mij betreft zijn die sales qualified opportunities en nog belangrijker, won deals. En daar eigenlijk dus vooral de totale value uit. Dat is volgens mij wat je in de gaten moet houden. Als er vragen zijn, gooi ze er meteen maar in trouwens hoor. Een vraag. Ja, inderdaad. Vanaf het moment dat die in het CRM ingevoerd wordt. Het gaat er eigenlijk om dat je het uniform doet. Hè. Dus we hebben de eerste touchpoints pakken we wel eens. Maar eigenlijk bij onszelf pakken we SQO's. Dus wanneer je bij ons in fase 3 zit, dan pas gaat die meten. Want uiteindelijk wat daarvoor gebeurt, dat boeit ons niet zoveel. We willen echt alleen die band qualified leads, die willen we optimaliseren. Ja. Zijn dat dan ook dus een number of opportunities hè, die je noemt? Ja. Wij meten dat bijvoorbeeld heel erg dat we weten dat er een vraag is of andere criteria. En is dat dan ook de basis voor je sales pipeline? Of zeg je daarvan echt van nee, dat is echt zodra die in het CRM komt, dan weet je misschien nog niet bepaalde dingen dat je dan ontvalt dat het een opportunity zou doen. Ja. Dat nee. Is het iets later in de fase. Ja, en dat, wat ik net zei, dat zien we toch wel veel bij klanten waar het een beetje oude gedachtegang nog steeds is. Idealiter een beetje die SQO. Als het gewoon een steady stroom is, waarbij een groot deel SQO wordt als het ware, dan maakt het niet zo heel veel uit, zou ik zeggen. Maar mijn voorkeur heeft wel om eigenlijk de latere fase te optimaliseren en niet die hele funnel. Ja, dus als ik zou moeten kiezen, zou ik die... Ja. Geen vragen? Ja, nog één? Die laatste twee metrics is die pipeline length en die conversion rate, zijn dat gemiddeldes? Ja, nee, ja, inderdaad, het zijn gemiddeldes van de nieuwe deals. Ja, over periode. Ja, ja. Dus wat er een nieuw toegevoegd is, dus de aantallen, die ga je op maandbasis analyseren. En kijk, in Pipedrive of HubSpot of Salesforce kan je dat zo uitlezen, die berekent gewoon een gemiddelde. En deze kan je ook zo uitlezen, die 3. Ja, maar daar moet je wel voor instellen. Ja, spreek voor zich. Dit is wat een growth manager doet, hè. Op zoek gaan naar de ideale mix. Er is zoveel, we moeten keuzes maken, onze tijd en budgetten moeten we selectief gaan inzetten. En toch hebben we een soort van cheat sheet gemaakt, we noemen de growth workflow. Daar ga ik heel snel voor doorheen, gaan we vooral even om deze. Ik zei net 10, maar volgens mij zijn er inmiddels 9 geworden, er is eentje afgevallen. Start even met een fundament, hè. Het goed basis neerzetten. En eigenlijk is dat eigenlijk onderdeel van het growth plan, waarbij we ook vaak een stukje training bieden. En dat klinkt een beetje saai en stoffig, maar het is wel belangrijk om die verwachtingen dus goed te managen. Dus het gaat hier heel erg om, oké, nieuwe mindset, demand, die pipeline gaan we anders doen. Betekent ook dat we als growth manager het liefst toegang hebben, of anders aan rapportage, koppelingen met databox bijvoorbeeld, maar liever rechtstreeks toegang tot CRM. Ja, bij hele grote klanten van ons is dat al echt allemaal heel gevoelig en zo. Dus, ga het ook even zo om afstemmen. LinkedIn, belangrijkste kanaal, want B2B. Dus geven we vaak ook nog een praktische inhoudelijke training. Vooral om de mensen daarin mee te krijgen. Want uiteindelijk, de persoonlijke profielen hebben een veelvoud aan bereik. Dus die wil je enthousiasmeren.
kom ik zelf op terug, want het is een belangrijke in de volgende fase. Fase 2, stap 2 is demand generation, vraag, behoefte creëren. En dat doen we eigenlijk aan de hand van grote contentbrokken. En die maken we dan weer automatisch het liefst in kleine stukjes. En dat zorgt dus voor minimale inspanningen en maximaal bereik, waar ik het net over had. De brandstof, content, fuel, dat kan bijvoorbeeld zijn, hè, meestal pakken we deze drie, of in ieder geval één van de drie. Een online event of een LinkedIn live. Vergeet die niet, die wordt weinig gedaan, maar daar scoren we echt wel goed mee als het gaat om awareness, ook bereik, maar ook vooral de interactie is goed daarop. Meestal beter dan op een webinar. Vanuit daar pakken we hem dan door, maar dat geldt ook voor events zoals deze opgenomen wordt. Dan kan je daar weer je snippets uithalen. En dat geldt ook voor een podcast, video's opnemen, podcast is meer alleen audio. Het gaat ook om die video natuurlijk. Want daar haal je weer je snippets uit. Korte videofragmenten, 20 seconden, 30 seconden. Dat worden weer, tenminste kan je met Whisper transcriberen of eigenlijk samenvatten. Dat gooi je in ChatGPT. Daar maakt hij een mooi blogje van. Dan moet je nog wel even een beetje fine-tunen. Maar oké, het scheelt in heel veel tijd met vroeger. Die gooien we dan weer op de socials. Korte snippets dus, verhaaltje erbij. Het liefst repurpose ook in andere contentvormen. Dus maak een keer een carouselvorm van. Of misschien een keer text-only uit je blog. Of juist meteen die snippet. Maar je voelt hem al, hè? Repurpose is key. Daar kan je natuurlijk weer je gastblogs van maken. Dat wordt weer in je newsletter gestopt. Dan heb ik het niet over e-mail-newsletter, maar LinkedIn-newsletter. Wel een belangrijk onderscheid. We zien dat die LinkedIn-newsletters nog steeds, nog steeds zo nieuw is het ook weer niet. Maar eigenlijk wel het heel erg goed doen nog steeds. Ik dacht dat het eventjes een hype was, maar nog steeds zien we daar dat er gewoon veel bereik op is. Omdat je heel makkelijk dus je abonnees kan halen daaruit. En dat er ook gewoon serieus goed gelezen wordt. Vaak ook weer beter dan de ouderwetse e-mailmarketing. De e-mailnieuwsbrief. Er staat bewust niet e-mail of LinkedIn bij, want ik zou het allebei doen. Het kan hetzelfde thema zijn. Dus die artikelen is bijna weer hetzelfde als je LinkedIn-newsletter. Ook weer repurposen. Ja, je zou hier zelfs nog een lijntje tussen kunnen bedenken dat dat weer voer is voor je social ad. En dan heb je hem weer, is hij rond en dan doe je weer een deel 2. Als het gaat om die events trouwens, heb je altijd wel één hoofdthema nodig waar mensen jou van moeten kennen. En daaromheen heb je je subonderwerpen waarin je eigenlijk altijd hetzelfde vertelt. Bijna. Dus in dit geval, mijn verhaal is ook eerlijk 90% hetzelfde. Maar net even wat andere insteken, in dit geval voor SaaS. Dani's verhaal is gelukkig wel anders hoor. Maar uiteindelijk, het blijft gewoon growth marketing in ons geval. En dan natuurlijk elke keer net even een ander thema. Hier vragen over. Dit is dus demand. Eigenlijk ook, ze heeft heel veel raakvlakken met inbound. Behalve dan dus dat we keihard op zoek zijn naar die hoge aantallen bezoekers. En ook niet per se naar die MQL's. Hierbij is eigenlijk ook de gedachtegang dat marketing en sales dit samen doen. En idealiter, als je nu een bedrijf zou moeten starten, ga je het ook niet hebben over marketing en sales. Maar ga je het over demand generation afdeling hebben. Of, en dat is dus marketing en sales. Of capturing, en dat is fase 2. Ja, ik ga meteen maar door. Zie je geen handjes? Ja. Wat halen jullie aan in de nieuwsbrief? Wat we aanhouden in de nieuwsbrief? Ja, wat zijn de zetten die je daar ook aanhoudt? In de LinkedIn newsletter. Ja, in de LinkedIn newsletter hebben we er meerdere. In ons geval, ik heb zelf bijvoorbeeld een nieuwsbrief over agency stories, heet die. Oftewel, kijk je in de keuken van hoe gaat het nou bij agencies? Dat is super indirecte marketing. Want het is niet dat ik per se daar de marketeer mee bereik. Maar wel vaak andere consultancy owners bijvoorbeeld. Dus ja, het draagt allemaal iets bij. Maar dat is meer gewoon wat ik het leuk vind. Dat is een soort van column-achtig. Een andere die we hebben, dat zijn echt inhoudelijke tips. Dus volg ons als je elke week een tip wil op LinkedIn in de vorm van een artikel. En het is dus niet alleen maar een artikel. Want het is ook meteen weer een video die erbij zit. Dus het is een... Ja, jawel. Ja, het is wel persoonlijk. Ja. Yes, andere vragen? Ja. Kan door? Ja. Mag ik een glaasje water? Ja, dan gaat de Noor voor je regelen. Goed. Goeie vraag. Dan, als je bekend bent, hè, die thought leader bent, wat ik al zei, komt echt niet iedereen zomaar automatisch naar je toe. Je bent nog steeds wel onderhevig aan die contacten, dus die gaan we ook geforceerd opzoeken. Dat doen we nog steeds met een beetje outbound. En daarvan kan je ook zeggen, ja, dat is wel oude stijl. Maar ja, ik denk niet dat dat per se weggaat. We moeten relatie bouwen. Daar hebben we natuurlijk de drie grote kanalen voor. LinkedIn Outreach, e-mail nog steeds. Werkt ook best wel goed nog steeds. Verbaast me nog steeds. Maar ja, goed. Ik denk wel 10, 20, soms wel nog meer van die koude mails binnenkomen.
als we puur naar de cijfers kijken, werkt het gewoon nog steeds. Valt niet te ontkennen, ook voor SaaS. Zeker als je iets nieuws hebt, of je zoekt beta-gebruikers bijvoorbeeld, dan werkt dit best wel goed. En bellen, daarmee is dat niet cold callen, maar gewoon callen. En daarmee bedoel ik dat er altijd wel een haakje moet zijn. Dus je bent wel op zoek naar iemand die gereageerd heeft onder je polletje bijvoorbeeld. Om die weer even na te bellen van ik zie dat je ook dit vindt. En ik heb even op je site gekeken. Oftewel, hier komt wel echt sales aan te pas. Haakjes zoeken, het liefst lauw, dus niet helemaal koud. Maar daarom staat hier nog steeds ouderwets bellen ook nog steeds op het lijstje van meest effectief. Kan je ook als auto bestempelen. Downloads, pdf'jes en dan niet eens zozeer whitepapers. Maar wat we veel meer zien nu, dat zijn ofwel cheat sheets of als het al een pdf is, wat ik ook überhaupt gedateerd vind. Ja, dan moet het allemaal wel toegankelijk zijn. En eigenlijk vanuit de demand generation gedachte wil je dit soort dingen eigenlijk ook niet meer gated aanbieden. Niet achter een formuliertje, maar geef het gewoon. En je hebt liever 100 mensen die het gelezen hebben en ook daadwerkelijk met een klik gewoon meteen zien. In plaats van die 1, 2, 3 leads wat ongeveer overblijft als je er een formuliertje voor hangt. Die het ook niet lezen. Dus maak het openbaar is hier meestal de boodschap. Maar hoe kan je ze dan wel capturen? Dan wil je toch wel vaak bijvoorbeeld een Notion template downloaden. Of een spreadsheet template. Iets dat je gemaakt hebt. Dat is veel meer een reden voor mensen om nu wel aan te haken. En om wel contactgegevens achter te laten. Want iedereen snapt heus wel dat je dan in de funnel zit. En dat je dus opgevolgd gaat worden door die pitbull. Nog één andere die als het gaat om dat capturen wat ik echt afgrijzelijk vind, maar ik heb het zelf ook gedaan afgelopen week. Dat is het posten op LinkedIn en dan zeggen reageer hieronder met. Tenenkrommend, ik heb het zelf gedaan, maar voor onze academy reageer hieronder met beta. Dat is ook wel echt, we waren ook echt op zoek naar beta, maar eerlijk, het is natuurlijk ook gewoon een marketing trucje. Want je kan meteen iedereen ofwel uitnodigen, of beter nog, ze nodigen jou uit. Ik heb volgens mij nu ook 200 comments van beta gebruikers. Nou, de helft daarvan was ik tweede graads connectie mee. Dus dat is ook goed voor je netwerk. En die 100 meteen natuurlijk ook weer een berichtje sturen. Die andere 100 natuurlijk ook. Maar dat zijn wel weer nieuwe contacten. Dus ik vind het heel goedkoop, maar ik heb me er wel schuldig aan gemaakt. Het werkt wel echt. Ja. Soms zien we echt honderden, soms wel duizenden comments op mensen die dan een chat GPT template. En die hebben het nu gevonden en ze vinden het belangrijk om te delen. Dus ik denk, mail dan. Ja. Maar dan moet je eerst even reageren. Ondertussen staat de camera uit. Accu is leeg. Ga langzaamaan door. Ondersteunen het retargeting en de ads die hier ook al stonden, maar dan vooral iedereen die interactie getoond heeft nog een keer benaderen natuurlijk met ads. SEO en SEA staat eigenlijk ook bij capturen. Dat kan ook wel bovenin zitten, maar hij staat hier. Dat je eigenlijk die, als je dan op de shortlist staat, ze gaan toch nog even kijken. En ze denken wel aan, je bent al top of mind, dankzij al die demand gen gedachten, dat je dan wel weer in dat lijstje staat. Dat je serieus genomen, dat je toch weer in die toplijst staat, anders niet betaald. CA, maar het liefst draai je daar wel. Ik zal heel weinig hier nog echt die topresultaten als een acquisitiemiddel zien. Dat is een nieuwe gedachte. En hier conversion kan ik snel in zijn. Het gaat heel veel over het closen van de deal natuurlijk. En dat is inderdaad wel vaak aan sales. Maar marketing moet daarbij wel ondersteunen. Bijvoorbeeld door automatische follow-ups, goede CRM-integratie, dat je hem goed kan doormeten. Mooie offertes, mooie sales materials, zoals we noemen. Dus denk ik als het is, zeg ook oude stijl, maar soms werkt dat ook nog wel. Maar ook sowieso, marketing is als het goed is wat tech-savvier doorgaans dan sales. Dus ondersteun ook met tools. Natuurlijk AI, maar ook gewoon met MeetGeek tooltjes, zoals in opnames, maar meteen weer transcriberen. Het wordt automatisch in CRM geschoten, dat je daar dus ook weer een proces in hebt. Nou, dat vind ik eigenlijk wel aan marketing, om sales daar dus bij te ondersteunen. Dus dat is dan wel iets wat betreft de demand conversion. Helemaal tot slot, en die wordt echt vaak vergeten, is gewoon upsell. Zie dat ook als een nieuwe opportunity, eigenlijk wil je ook kunnen meten. En ja, dat is ook supergoed voor de pipeline velocity. En dan heel vaak hebben we klanten zeggen, ja, nee, dat is niet de bedoeling. Maar waarom niet? We willen toch gewoon meer omzet en je laat het nu liggen. Dus zorg er ook gewoon voor dat je ook heel bewust nagaat bij nieuwe klanten uit bestaande klanten halen of meer omzet uit bestaande klanten halen. Wordt echt zeer vaak vergeten. Geen vragen hierover? Dat is de workflow. Peter. Advocacy staat er ook een plek in. Ja, ambassadeurs maken en daar bedoel ik eigenlijk ook dat referral-achtige mee. Dat doen we dan heel vaak aan de hand van een NPS-vraag. Ze sturen een NPS, een Net Promoter Score, hoeveel tweede ben je?
En dan eigenlijk is het heel makkelijk. Iedereen die een 8, 9, 10 geeft, nabellen of een topic zo tevreden bent. Nou, heel verhaal, een smoesje. En uiteindelijk, ik zie dat je ons zou willen aanbevelen. Aan wie dan? Ga simpelweg die vraag stellen. Wordt bijna nooit gedaan. Weet ze overigens nog wel, meestal boosten. Ja. Je denkt tegelijkertijd over toevoeging, zeker omdat we nu met SaaS zitten voor advocacy. Zeker als je een nieuwe klant hebt, dat het ook heel erg kan helpen als je de inrichting bijvoorbeeld van een platform, dat gemakkelijk voor ze maakt. Een extra sessie met uitleg van het hele team gelijk mee te krijgen. Achteraf een beetje feedback te vragen van, is het gelukt die eerste week met het gebruik van een SaaS tool? Heb je nog vragen of opmerkingen? En als je het op deze manier in het begin heel erg goed begeleidt en makkelijk voor ze maakt, dan is de kans groter dat ze zo positief verrast zijn en dus ook een keer een ambassadeurs post op LinkedIn willen maken van goh, de begeleiding die ik hierbij heb gehad, die is ook niet abnormaal geweest. Dus denk ook aan die aftershow. Juist. Dank je. Geen verder vragen? Ja. Je voelt hier eigenlijk al dat we repurpose noemen. Repurpose is key, zeggen we vaak. Je voelt dat je uit één stuk content, nu zeker met de AI, weer heel makkelijk meerdere stukken content kan halen. En ik heb hier een paar voorbeelden staan uit onze blogs. En het gaat niet eens zozeer om een blog, een website en een artikel die toch niemand meer leest. Dat wordt bijna iedereen toe bloggen. Dus dat heeft niet eens zoveel zin. Het gaat erom dat dat een soort van basiselement is. En vanuit daar gaan we dan weer LinkedIn posts maken. Daar embedden we dan weer een video in bijvoorbeeld. Of in ons geval voor een Academy staan ook al die artikelen staan online, zodat we daar dus weer Academy materiaal uithalen. En dat kan je allemaal met de juiste prompts aan ChatGPT vragen. Daar ga ik nu niet te veel op in. Het is geen ChatGPT cursus, maar dat zit er overal bij ons in de standaardprocessen. Het repurposen uit podcast, met video vooral, volledige opname op YouTube zetten. Vanuit daar maak ik YouTube Shorts, die gaan weer automatisch naar Instagram bijvoorbeeld. Dat kan je allemaal aan elkaar knopen. Mocht je er vragen over hebben, over wat voor doeltjes, klop ons even op de schouder. En vooral onze Genius Jam. En deze is ook makkelijk. Uit LinkedIn post, nieuwe LinkedIn post maken. En dan hoef je niet eens je eigen LinkedIn post te zijn, maar vraag aan ChatGPT om jouw eigen visie die je wel moet meegeven. Die gewoon op autoriteit post, daar weer een eigen visie op wil maken. Het is niet eens allemaal zelf te verzinnen. Of beter, kijk een antwoord up in je metrics, wat waren de beste posts van vorig jaar. Maak er gewoon een nieuwe versie van. Letterlijk één prompt, kost je 10 seconden en kopieer je plan. Maar een beetje controleren. Hetzelfde gaat voor webinars tot slot. Webinars, daar ook weer korte snippets van maken, die highlights eruit halen. Dennis, die bij Team Resources zit, is daar mega handig in. Maar die liet ons een trucje zien dat in een bijvoorbeeld webinaropname van een uur, vraagt hij, eerst transcriberen trouwens, dus eerst via Whisper, wat de beste transcribe tool is, om dat zo'n lab tekst is, in ChatGPT te gooien. Dan vraagt hij aan ChatGPT wat de meest opvallende punten waren. Of waar denk je dat marketeers hier meest op zullen gaan reageren? En dan vraagt hij er drie. En dan vraagt hij waar in de tijd, want dan upload hij ook het SRT-bestand, de ondertiteling, waar in de tijd vind je die? En die uitkomt, die haalt hij dan weer door de openclip. En daar haalt hij dan weer meteen die snippets aan. Dus je hoeft niet meer een uur te luisteren uit vragen van wat zijn de waarschijnlijk de meest opvallende punten. En daar haalt hij dan drie snippets uit. En die gooit hij natuurlijk weer op LinkedIn. Dat is wel next level. De next level is wat Ruud nu werkt en hij heeft een front-end en apps gemaakt waar we gewoon een video uploaden. En dan 10 minuten later rond 5 clips zijn. Ja, hij is heel van de automatisering via Nathan. Wat knopt hij alles aan elkaar? Nog één voorbeeld dan. Hij heeft bijvoorbeeld al zijn nieuwsbrieven, die schreef hij. En dan is hij ook op zoek naar de meest opvallende punten. Dat worden zijn social posts, die staan allemaal al klaar. Hij hoeft alleen nog maar op cent te drukken. Dus elke keer als je denkt, ietsjes, die Dennis die zie je veel, die heeft verstand van alles. Nou, zijn automatiseringsproces, je hebt verstand van alles. Ik wil even afsluiten met, ik ga hier wat sneller doorheen. Vette ideeën, leuk. Maar wat gaat voor ons nou het meest werken? Dus als wij starten met klanten, dan gaan we dat prioriteren. Doen we dan van een ijsmodel, dat ga ik even laten zien. We beginnen overigens met een brainstorm, dan komt daar dus de prioritering uit. Hier stopt het overigens dan. Dan gaan we dan weer in de juiste funnel gooien. Om te kijken waar dan die demand generation tactieken plaatsvinden. Wie gaat dat dan doen? Er zit ook een rolverdeling in. En dan naar grote blokken timeline en concrete maatregelen. Dus zo ga je van grote ideeën naar steeds meer praktische toepassing.
brainstormen, ja, die hoeft niet uitdrukken, dat is voor iedereen. Maar hier is wel belangrijk dat je meerdere rondes doet en ook echt gekke ideeën van een kans geeft. Dus niet meteen afbranden. Die ideeën die ga je vervolgens plotten op twee assen. Hij is te klein denk ik, maar ik ga het uitleggen. Op de verticale as zie je resultaten die je van tevoren in elkaar vastleggen. Dus dat blijft bij velocity, zijn er nieuwe deals, liever niet weer leads, maar wat is nou het resultaat? En dan kan je ook nog zeggen, oké, okay, zo snel mogelijk. Dus we moeten een nieuw gast hebben, dus wat levert de korte termijn het meest op? Dan is die andere tijd dan wel kosten. Dan zijn ze hetzelfde, in ieder geval als de effort. En als je die tegen elkaar afzet, kan je voorstellen dat je natuurlijk hier wil zitten, wat levert nou het meeste resultaat voor de minste energie? Dan mijn tijd, dan mijn geld. En hier ga je dan het met elkaar over hebben. Het is niet goed of fout, je gaat het ongetwijfeld eens zijn, maar nooit zo ver eens, oneens. Dus je moet gewoon af en toe concessies doen. Het gaat om het kwadrant. Uiteindelijk, als je gewoon veel middelen hebt, dan kan je natuurlijk helemaal in de volle breedte pakken. Als je een klein, in ons geval groot service pakket hebt, dan wil je alleen rechtsboven pakken, want dan weet je niet van, ja, gaan we niet voor mee starten, want dan hebben we het meeste impact. Aan de linkerkant zie je ook nog de confidence. Dit staat namelijk voor impact, confidence en ease. Nou, impact is resultaat en ease is hoe makkelijk is het. Maar confidence, de derde as, die heeft even een kleurtje. En dat is dan vooral zijn we er zeker van. Je bent natuurlijk vooral op zoek naar de zekerheden. Niet alleen maar experimenten die heel gewaagd zijn. Maar dat is ook wel waar wij vaak natuurlijk een voordeel hebben. Ja, dit wordt een optioneel promopraatje, maar als agency heb je natuurlijk veel meer benchmark data dan wanneer je het zelf moet uitzoeken. Dus die confidence die wordt al vrij snel geel op het moment dat je gewoon meer benchmark data natuurlijk hebt. Nou, ik snap dat jullie hier bovenin zitten. En vanuit daar pakken we dan uiteindelijk een timeline door, maken we een planning en een rolverdeling. Is dit duidelijk zo? Yes? Dan wil ik hem volgens mij hierbij laten, denk ik. Ja. Ben je klaar voor? Jordi heeft een mooie presentatie gegeven over echt het hele aspect, demand generation, alles wat erbij komt kijken, wat er allemaal kan, maar hoe gaat het nou ook echt in, in de praktijk, in zijn werking. Dus wat ik ga doen in aankomend mijn kwartiertje, veel langer wil ik het niet maken, even meenemen in het verhaal van Datatrix. Een van de klanten die ik heb, hoe wij met hun het traject in zijn gegaan en voornamelijk wat belangrijk is, welke keuzes we gemaakt hebben die we om eerst te implementeren. Want jullie, ik zag net allemaal kijken naar jullie, er is zoveel dat je kan doen, maar wanneer gebruik je nou wat? Want ja, anders zie je door de bomen zometeen het bos niet meer. Even voorstellen, ik lijk hier op een DJ, maar dat is het niet. Ik ben gewoon growth manager bij Redpanda Works. Zoals hier staat, senior growth manager en ik focus voornamelijk op SaaS. Ik zit hier nu iets meer dan anderhalf jaar. Tijd vliegt, Jordi? Dan gaat het goed, hè? Ik zie iets meer dan anderhalf jaar en hiervoor heb ik vijf jaar bij andere SaaS-bedrijven gezeten. Dus de SaaS-kennis zit er wel. En dat was ook eigenlijk mijn plan toen ik bij Redpanda kwam van, hey, ik wil voornamelijk ook voor die klanten in die hoek eigenlijk verder gaan. Maar laten we gelijk doorgaan naar waarom de case Datatrix? Waarom ga ik jullie iets vertellen over hun? Voordat we dat gaan doen, zijn er mensen die Datatrix kennen? Dat is mooi. Ik zie voor mij iemand uit Enschede, die kent Datatrix waarschijnlijk ook wel. Dus dat is ook goed. Heel even in het kort, zodat de mensen het weten, het is een customer data platform. Lang verhaal kort, als jullie op Zalando zitten en je doet een broek in je winkelwagen, dan past er toevallig een heel mooi shirt bij. Nou, dat is het idee erachter, oftewel dat gepersonaliseerde klantervaring. We zitten voornamelijk gewoon volledig in de B2B, ook echt in de e-commerce focus, dus ze hebben een hele duidelijke doelgroep wat fijn is. Maar wat heel opvallend is eigenlijk voor Datatrix natuurlijk en ook voor alle B2B, is dat die sales cycles tussen de 6 en 9 maanden liggen. En dat is natuurlijk iets waar jullie voornamelijk ook mee te maken hebben. Ik kan me voorstellen dat dat ook echt wel een van de uitdagingen is die jullie hebben. Dus heel verkort hoe we daarop hebben ingespeeld. Ik ga beginnen met de resultaten, want dat is altijd wat blijft hangen, zeggen ze. Jordi heeft natuurlijk heel mooi die grafiek laten zien met, we beginnen met de fundamentals, daarna hebben we de sales qualified opportunities en de deals en dat er een kleine vertraging in zit. Nou, dat kunnen we natuurlijk allemaal vertellen, maar dat wil ik ook heel veel kort toelichten aan de hand van deze grafiek. We zien namelijk dat die sales qualified opportunities dus niet gelijk, als we gaan beginnen met samenwerking, als paddenstoelen uit de grond schieten. Helaas niet, was het maar zo. Dus wat je ziet is dat eigenlijk die groei exponentieel over de tijd heen doorgroeit. Maar dat moet natuurlijk wel resulteren in uiteindelijk de verkopen die we behalen vanuit de marketingaandeel. En de reden daarvoor is wat het belangrijk is, omdat Datatrix heel erg salesgedreven te werk ging. Voordat ze met ons in zee gingen, hadden ze een sales team van 7 man en 1 marketeer. En dat was het plan. De sales, gewoon bellen, bellen, bellen. Iedereen nagaan. Bellen, nemen ze op. Oh, je wilt niks kopen, wat gek.
waarom niet? En maar doorduwen. Dus dat was de mindset en de shift die daarvoor moest komen. Oftewel, heel veel verkopen waren daardoor verantwoordelijk vanuit sales, waardoor ze dachten, oh, sales doet het goed, want ze verkopen veel. Nou, uiteindelijk niet, omdat ze dus heel veel moesten pushen. Dus uiteindelijk hebben we door middel van een deels demand en aanpak, zien we nu dat na 6 tot 9 maanden eigenlijk, wanneer die sales cycles dus ook lopen, dat we daar ook echt een stijging zien in het aandeel dat de marketingkant levert echt aan de verkoper ervan. Hieronder dan even kort de funnel die Jordi dol op is. Nee, we houden niet van de funnelgedachte, maar hou deze even in de gaten. Want wat wel grappig is, we zeggen natuurlijk allemaal, we willen geen MQL's meer vergaren. En dat is ook zeker niet wat het doel was, wat ook niet het doel is van de samenwerking. Maar die mindset die heerst aan het begin van bij Databricks nog wel heel erg. Van hey, we willen nog steeds een heleboel MQL's, want dat zijn eenmaal de targets die we hebben gekregen. Dus daarom zie je een grote bak aan MQL's. Maar uiteindelijk wil je naar die sales qualified leads en natuurlijk naar die pipeline value. Zo zie je dat de pipeline value aan het begin vanuit marketing share 15k zat. En nu zitten we op net iets over de 200k. Dus dat is wel een mooie stap die we daarin hebben kunnen realiseren. Maar daar is het natuurlijk wel gewoon de 1,5 jaar overheen gegaan. Dit is niet iets dat we binnen 3 maanden helaas neer kunnen zetten. Alright, het startpunt. De uitdaging die ze hadden. Nou, zoals ik al zei, een hele outbound gedreven sales. Dus voornamelijk cold calling. Maar ze wilden wel heel graag de thought leader worden binnen de CDP-markt. En ze hadden ook, zoals Jordi net aangaf, het HubSpot voorbeeld. Dat hadden ze ook echt gezien. En dat wilden ze ook worden. Dus veel kennis delen, whitepapers, et cetera, noem maar op. Maar echt de thought leader worden binnen die markt. Maar ze hadden maar 1 marketeer in dienst. En dat is natuurlijk wel lastig. Want als je maar 1 marketeer hebt, moet je wel heel veel zelf doen of heel veel gaan samenwerken met freelancers. En het doel dat ze hadden, en dat was echt zo, en dat vind ik altijd wel grappig als we het over hebben, 40 tot 60 MQL's per maand. Dat was eigenlijk het enigste probleem dat ze hadden. Als we dat konden halen, dan was het goed. Maar uiteindelijk natuurlijk, in het hele traject dat we zijn aangegaan met ze, zit die hele demand gen gedachte er veel meer ingekomen. Omdat we niet alleen maar lead gen wilden gaan doen, maar je wilt als thought leader, wil je dat hele stuk awareness ook daarin meenemen. Maar onthoud die, want dat is zo meteen wel leuk. Nou, verder, strategisch advies en een strategisch partner. Het was heel veel sparren eigenlijk met de marketing manager die niemand had om op zijn level mee te praten. Dus op die manier hadden ze ook iemand nodig waarmee ze gewoon even soms heftige discussies konden voeren. Hebben ook echt plaatsgevonden. Af en toe moeten zeggen nee, gaan we niet doen. En dan gaan ze het toch doen. Maar dat is uiteindelijk de klantkant. En uiteindelijk wilden ze natuurlijk het aantal deals vanuit de inbound kant gaan verhogen. Hoe hebben we dat gedaan? Nu begint het leuk te worden. Dit was allemaal een introductie, maar heel veel korte timeline hoe we zo'n implementatie direct aan zijn gegaan. Zoals ik al zei, er is heel veel dat kan en heel veel dat je moet doen, maar sommige dingen moet je van tevoren doen. We hebben het growth plan, dus echt het plan hebben we natuurlijk gemaakt in de eerste maand. En daarna zijn we gewoon van start gegaan met een stuk in tracking, analytics en HubSpot. Nou, ook allemaal niet heel bijzonder, dat moet natuurlijk gewoon geïmplementeerd worden. Maar wat wel belangrijk is dat we een stukje met hun base zijn gegaan om die demand gen gedachten echt erin te krijgen. Want zij wilden gewoon 40 tot 60 leads en that's it. En dat was niet zozeer dat ze het vanuit zichzelf wilden, maar dat is het marketingplan dat ze hadden gepresenteerd aan de investeerders. En daar waren deze metrics zaten erin. En dat zijn natuurlijk nog steeds wel belangrijke KPI's waar ze aan moeten voldoen om vervolgens het ook weer intern te kunnen verkopen. Dus wat hebben we gedaan? Nou, eigenlijk om gelijk met de deur in huis te vallen, dat target gewoon vermorseld. We zijn dus echt gaan focussen van hey, hoe kunnen we zoveel mogelijk MQL's gaan vergaren. En dat is dan eigenlijk nog een beetje de ouderwetse gedachte. Dus door de LinkedIn Ads campagnes, gewoon heel veel leads vergaren. Maar daarna de volgende stap kunnen maken om naar het demand gen verhaal te kunnen gaan. Dus je ziet ook, we zijn in fase 1. Allereerst heel veel case studies gaan schrijven, want dat werkt goed bij de doelgroep. Whitepapers, LinkedIn Ads en een stukje SEO. SEO is natuurlijk lange termijn, maar op die manier gewoon eigenlijk gelijk 60 MQL's per maand kunnen vergaren. En daarna hebben we de stap kunnen maken naar wat meer sociaal gedreven sales. Maar daar hadden we sales voor nodig. En dat is wel vaak waar het ook weer de uitdaging komt. Want sales wil gewoon verkopen. Let ook al een paar keer hier bij wat mensen in gesprek worden gekomen van hey, sales wil niet altijd die hele follow-up doen. Dus daar zat een uitdaging. Dus in de eerste 2 maanden hebben we ook echt een stukje educatie gedaan met sales. Van hey, hoe kunnen we jullie nou echt meenemen in de marketingkant? Want het was natuurlijk echt, sales stond hier, marketing stond hier. En zij wilden gewoon alleen maar verkopen. Dus we zijn met sales om tafel gegaan om ook het social posting en echt die kant van het verhaal ook met hun te belichten. En dat zul je altijd zien dat heel lastig is. Want in principe
is dat er gewoon een quick win. Dus een LinkedIn automation, waarin we geautomatiseerd connectieverzoeken versturen en ook een stukje mail outreach. Dat zijn activiteiten die je redelijk snel kan oppakken, alleen dat moet wel persoonlijk worden opgevolgd. En dat is vaak waar bij Datatrix een beetje spaak liep, omdat we gewoon heel erg afhankelijk waren van die account executives. Dus daar hebben we pas in de tweede stap hebben we dat eigenlijk geïmplementeerd. En wat we zagen is dat dan mondjesmatig sales meegaat en dat je dan ook de hele organisatie meekrijgt. Dus dat was heel mooi om te zien. Dus toen zijn we ook heel veel content gaan creëren. Want we hadden natuurlijk heel de textuele content, de white papers en de case study. En repurpose is key hebben we net geleerd, dus dat hebben we ook allemaal toegepast in de social posting. Om dat op de persoonlijke profielen van ook de salesmensen te gaan delen. Dus dat was een mooie stap die we hadden kunnen zetten. En vervolgens zijn we eigenlijk de stap gaan maken naar een stukje paid search en webinars. Nou, waarom komt paid search ook daar? Omdat dat spannend was voor hun. Ze wilden niet te veel geld uitgeven. Nou, uiteindelijk kon het wel, want we hadden de targets gehaald qua MQL's. En toen hebben we paid search ingezet. En ik zei, Jordi zei het net ook. SEO en SEA, dat is iets dat vaak bij demand capturing echt van toepassing is. En dat komt natuurlijk omdat dat gewoon op basis van de keywords is. En dat zijn vaak de high intent keywords waar we op zijn gaan zitten. Dus mensen die jou echt eigenlijk onderaan de funnel zaten en over wilden gaan op aankoop, die hebben we hier toegepast. Nou, dat was de eerste fase. Niet de meest spannende fase. Ik denk dat dit is meer gewoon van, hey, welke punten pak je wanneer op? Want het is niet alleen afhankelijk van wat je als bedrijf wil, maar ook wat de mensen, hoe je mee kan krijgen. Want bij ons was gewoon een hele grote uitdaging om het sales team mee te krijgen met het social selling verhaal, om hun te laten social posten, om vanuit hun naam eigenlijk ook koud te kunnen mailen, dus die mail outreach te kunnen doen. Vervolgens, in de tweede fase, toen werd het voor marketing eigenlijk pas echt een leuk spel. Dus we hadden nu wel heel veel leads, maar toen zijn we gaan kijken van, hey, we hebben een sales cycle van 6 tot 9 maanden, hoe kunnen we mensen vanaf het eerste contactmoment eigenlijk zo lang boeiend houden, totdat ze overgaan op aankoop, of in ieder geval echt zo erg geïnteresseerd zijn dat ze ook toch wel wat meer in gesprek willen met sales. Dus toen zijn we aan de slag gegaan met nurture streams, een stukje lead scoring en ook de handover naar sales. Want we hadden gewoon een hele grote bak met MQL's gegenereerd en die hebben we wel de aankomende 6 tot 9 maanden moesten we die actief houden. Dus die hebben we daarin die nurture stream geduwd. Dat zal ik zo meteen mooi toelichten. En nu zijn we eigenlijk aangekomen dat we echt een stukje een stap maken naar de self-service in product kant. Dus mensen die de freemium aanvragen, dat die ook zonder contact van sales aankoop kunnen gaan doen. De reden dat dat later eigenlijk pas als laatste is, omdat we nog niet genoeg volume hadden om daar de tijd en de resources in te gaan stoppen. Want dat, je kan namelijk wel heel mooi zo'n product flow gaan bouwen, maar als je nog niet genoeg freemium sign-ups hebt, ja, dan is het natuurlijk zonde van de tijd. Dan kan je dat eerder ergens anders in stoppen. Dus vandaar dat we dat in de laatste fase hebben opgepakt. Vragen tot dusver? Mag? Hoi. Kun je iets delen over de budgetten en de verhogingen ervan? Als in voor de ads of over het algemeen? Ja, over het algemeen eigenlijk. Over het algemeen, de budgetten die we op maandelijks hadden voor verschillende campagnes lag tussen de 5 en 10k. En eigenlijk zodra we de acquisition cost die we hadden gesteld bereikten, konden we relatief makkelijk extra budget vrij krijgen daarvoor. Dus dat was wel het voordeel daarvan, omdat we het heel meetbaar hebben ingesteld door echt de eerste maand eigenlijk een stap terug te nemen. Zeggen van, hey, we gaan alle tracking goed instellen. En dan konden we het heel goed doormeten in de hele pipeline. Alright, nou, een paar tactieken om toe te lichten. Nogmaals, er zijn heel veel tactieken, maar elke tactiek is ook weer verschillend voor elk bedrijf. Dus als ik hier ga toelichten welke experimenten we gedaan hebben voor Datatrix, nou, dan zijn we over 4 uur nog niet klaar. Dus dat wil ik niet doen, maar ik wil er wel een paar highlighten om gewoon heel even te vertellen hoe we het hebben gedaan en hoe het uiteindelijk toch nog steeds nuttig kan zijn. Dus zometeen ook aan het einde bij de Q&A, stel gerust de vragen en dan kunnen we daar gewoon even op ingaan. Maar ik ga ze niet alle experimenten toelichten. Maar een van de dingen die we gewoon gelijk hebben opgepakt om het MQL target te halen, is een stukje LinkedIn Ads. En dan hoor ik jullie denken, ja, LinkedIn Ads, ik zie jullie al kijken, lead gen, nee. Uiteindelijk gaat het er gewoon om dat we heel goed wisten wie onze ICP was. Namelijk alle e-commerce bedrijven met een bepaalde sessiegrootte en een bepaalde omzet. Nou, daar hebben we lijsten van verzameld en die konden we op een hele getargete manier, door eigenlijk een custom audience in LinkedIn te laden, toch targeten. Dus die hebben we getarget door middel van case studies. En dan zie ik jullie ook alweer kijken naar een stukje case studies. Soms moet niet alles gated zijn, maar voor marketeers, want dat is uiteindelijk de persoon die we erachter wilden hebben, is conversieverhoging gewoon nog steeds een trigger. Elke marketeer die hoort conversieverhoging, die denkt, nou, dat is eigenlijk de holy grail, want als ik mijn conversies kan verhogen, doe ik mijn werk heel goed. Dus we hadden al een begin ingesteld en aan het einde zijn we meer gegaan naar content
veel meer geven, maar nog steeds wel een klein beetje gated, en dat is richting de document ads, waarin we dus whitepapers en case studies nog steeds wel aanboden via document ads. Dus ze konden de eerste 10 pagina's inzien, die learnings konden ze eruit halen en vervolgens de hele document wel aanvragen. Dus dit is nog steeds wel een stukje lead gen, maar dat is ook zeker nodig om in ieder geval bij hun, bij die marketeers, nog wel binnen te komen. En daarna, nadat ze in deze audience hebben gezeten, zijn we eigenlijk gewoon advertenties gaan draaien op basis van de behoeften en de problemen die ze hadden om een freemium aan te gaan vragen. Dus zodoende hebben we hem eigenlijk omgedraaid, waar Jordi heel mooi verhaal vertelde van hey, je begint heel breed, je gaat heel veel awareness creëren, dan heb je de demand capture. Zijn wij begonnen met de demand capture om gewoon snel die groei binnen te kunnen halen en daarna de hele awareness laag erbovenop te bouwen. Alright. Dan een stukje nurture stream. Leesbaar achterin? Denk ik niet, hè? Nee? Nou, dan moeten we goed opletten. Waar het op neerkomt, is dat we dus die sales cycles hebben van 6 tot 9 maanden. We hadden sales die we in het verhaal mee moesten nemen. Maar als wij tegen sales zeggen, hey, maak een taak aan om over zoveel weken weer opnieuw te bellen, dan werd dat vaak niet gedaan. Dus wat moesten we doen? Eigenlijk een hele nurture flow eromheen gaan bouwen en sales echt achter de kont aan gaan zitten. Want sales was in die zin best wel lui. Dus wat hebben we gebouwd? Ik ga kijken of ik in kan zoomen. Nou, help me, hè? Nu opeens is het leesbaar. Wat we gebouwd hebben is eigenlijk een ouderwetse funnel met top of the funnel, middle of the funnel en bottom of the funnel. Nou, ook geen rocket science, maar wat het belangrijkste is hieruit is dat we verschillende contentstukken aanbieden aan mensen. Aan de marketeers die we daar targeten. En tegelijkertijd willen we dus de juiste content op de juiste momenten kunnen bieden. En ze ook op een geautomatiseerde manier echt door de funnel heen kunnen begeleiden. Dus de whitepaper die jullie net zagen bijvoorbeeld, hele algemene whitepaper, echt top of the funnel content, die zat dus hier bovenin. Dus als iemand die whitepaper aanvraagt, dan krijg je eerst de algemene maildrip, je krijgt een belletje vanuit sales. Dat is op zich allemaal logisch. En dan zeggen ze waarschijnlijk, ik heb het niet gelezen, even rustig passen op de plaat. Daarna komen ze in deze flow. Dit is een flow die bestaat uit 10 mails, zitten webinars tussen ook, zitten event uitnodigingen tussen en ook calls vanuit sales. Maar wat het dus is we beginnen heel algemeen. Iemand die nog niet zoveel weet over een CDP, die krijgt eerst een blog, daarna krijgt ze wat cases te zien. Vervolgens wat ze voor solutions Datatrix biedt, komen naar een algemene webinar en zodoende ga je steeds verder en dieper naar beneden in de nurture stream. En iemand die bijvoorbeeld een free trial heeft aangevraagd, die begint dus eigenlijk al bij stap 7. Omdat we kunnen stellen dat iemand die een freemium of een demo heeft aangevraagd, al een stap veel verder is in de funnel. En zo hebben we het dus schaalbaar ingericht, waardoor we wel op een manier lead scoring hier aan kunnen toepassen. Uiteindelijk moet nog steeds sales gewoon ervoor zorgen dat het een persoonlijk verhaal wordt en dat ze echt in gesprek gaan met mensen. Maar op deze manier kunnen we een score eraan bieden en uiteindelijk elke week de handover aan sales hebben van hey, we hebben... Ja, escape. Oh, thanks. Niet die escape. Ja. Oh. Nog een keer escape. Ja, present. Thanks, Jordi. Dat is niet fullscreen, maar... We doen het ermee, het is toch niet leesbaar. Maar in ieder geval, waar we dus uiteindelijk op toe zijn gekomen, en dat hebben we nu de afgelopen 3 maanden echt geïmplementeerd, is eigenlijk een lead scoring op basis van die nurture stream, op basis van conversiepunten, maar ook op basis van de behaviors die ze tonen, die vertonen. Dus mochten mensen klikken in de mails, mochten mensen op de website weer komen, door middel van lead info identificeren we dus welke bedrijven dat zijn, kunnen we een score baseren op accountniveau. En hier onderin zie je dus uiteindelijk hoeveel personen aan het eind van de week worden overgedragen aan sales, zodat zij het kunnen opvolgen. En dat is denk ik het hele moraal hieruit, dat uiteindelijk het samenwerking moet zijn tussen marketing en sales, waarin sales niet alleen maar wijst met de vinger naar we hebben meer high quality leads nodig, maar dat we samen gedurende de hele sales cycle de lead gewoon educaten, genoeg content bieden en uiteindelijk dus op deze manier voor sales het makkelijker kunnen maken, waardoor ze het kunnen opvolgen elke week. Alright. Nou, dat was een deel van het verhaal. Maar heel kort samengevat, welke learnings en welke takeaways? Het belangrijkste is, ken je doelgroep en je ICP. Voor Datatrix was het gewoon heel duidelijk wie we moesten hebben. E-commerce bedrijven, waar ze op actief waren en waar ze op triggerden. En dat is toch wel waar je vaak nog ziet, is dat veel SaaS bedrijven of veel SaaS platformen natuurlijk voor heel veel use cases verschil en inzetbaar kunnen zijn. Zorg ervoor dat je een use case kiest en eerst daarop gaat focussen voordat je het heel breed gaat houden.
Want die focus is heel belangrijk, want alleen daarmee kan je dus proof of concepts houden, kan je meten welke experimenten wel werken en niet. En zo doen we dus een nieuwe vertical of nieuwe use case erbij betrekken. Ja, doe niet alles tegelijk. Dat is ook iets, toen we begonnen met samenwerking, wat ik ook veel zie bij andere SaaS-klanten, is dat ze heel veel mooie ideeën hebben. Jordi heeft het heel mooi allemaal verteld en dan willen ze alles tegelijkertijd doen. Dat gaat helaas niet werken. Kies wat het meeste effect heeft op korte termijn, wat voor dingen echt nu al moet oppakken voor de lange termijn, maar zorg ervoor dat er een mooie balans tussen is. En uiteindelijk, test veel, maar laat ook heel veel dingen vallen. Bijvoorbeeld het LinkedIn automation verhaal, dat hebben we heel snel laten vallen, omdat we zagen dat de doelgroepen niet op triggeren en omdat sales het niet fijn vond om vanuit hun naam die LinkedIn automation te doen. Maar het social posting, dat is nog steeds wel erbij betrokken. Nou, dat was hem.